Er zijn erg veel onduidelijkheden over de woonoppervlakte van een woning. De NVM heeft daar voor u afspraken over gemaakt. Over de diverse gebruiksoppervlaktes die er in een woning zitten. Als u uw huis koopt via een NVM-makelaar, weet u dat er goed gemeten is. Zullen we eens kijken hoe dat in elkaar steekt? We onderscheiden vier verschillende gebruiksoppervlaktes. 1. Gebruiksoppervlak wonen. 2. Overigenpandige ruimtes. 3. Gebouwgebonden buitenruimtes, terrassen en balkons. En 4. De externe bergingen. We beginnen met de gebruiksoppervlak wonen. We meten tussen de muren. We meten dus de muren mee, dragend of niet dragend. Wat nemen we nou verder mee? Woonkamer, keuken uiteraard en slaapkamers. Uiteraard een toilet, maar ook een garderobe of een meterkast. Ook de werkkamer of de studeerkamer telt uiteraard mee. Maar ook uw wasmachineruimte, uw strijkkamer of een ruimte voor uw centrale verwarming. Nu gaan we naar de overigenpandige ruimtes. Dat is bijvoorbeeld ook deze garage. Aangebouwd aan de woning heet het overigenpandige ruimtes. Wat ook nog telt onder overigenpandige ruimtes, dat zijn ruimtes met een woonfunctie waarvan de hoogte niet hoger is dan 2 meter en niet lager is dan 1,50 meter. Een derde overigenpandige ruimte is een slaapkamer die alleen bereikbaar is met een losse trap of een vliezertrap. Dus iets kan pas woonruimte zijn als er een vaste trap is en is overigenpandig als het bereikbaar is door een vliezertrap. De derde gebruiksoppervlak is het gebruiksoppervlak gebouwgebonden buitenruimtes. Dat kan zijn een loggia zoals hier, dat kan zijn een dakterras of een gewoon balkon. Het is met het gebouw gebonden en het staat in direct contact met de buitenwereld. De vierde gebruiksoppervlak is de gebruiksoppervlak externe bergingen. Dat is elke berging die volledig vrij staat, dus alleen maar van buitenaf bereikbaar en uiteraard heeft het geen woonfunctie. Dus herhalend is de aan het huis vastgebouwde garage is een overigenpandige ruimte en de vrijstaande berging of de vrijstaande garage is een externe berging. U heeft nu het een en ander gehoord over de vier gebruiksoppervlaktes. Het filmpje is te kort om alles te vertellen. Voor alle details en de uitzonderingen gaat u gewoon even naar uw eigen NVM-makelaar.